Nou, ik zit bij, in de huiskamer bij Volker. Hoi. En superleuk dat jij ja, als deskundige op gebied van mindfulness, mag ik dat zeggen? Ja. Je bent al jaren bezig met meditatie, Advaita, mindfulness. Dat wij iets gaan, even gaan praten over vertrouwen. Ja. Ja, dat je gevraagd hebt. En waarom vraag je dat? Ik hou de camera dichtbij, dat is in verband met het geluid, zodat je goed verstaanbaar bent. Ja. Waarom ik het vertrouwen... Ja, je gaat het balletje... natuurlijk is het iets... Je gaat het balletje terugspelen. Nou, we hebben gesprekken, toch? Ja. Mm. Ik, kort gezegd, ik heb gedroomd dat het Badgastenkerkje een vertrouwenlocatie zou worden... Dat droomde ik en ik werd lachend wakker. Ik vond het heel grappig. Ik had geen idee wat het betekende. Eigenlijk nog niet helemaal. Dus en daarom dacht ik, ik ga dat gewoon aan verschillende mensen eens vragen. Ja. Over vertrouwen. Wat, wel een mooie droom. Wat is dat? Ja, hele leuke droom. Voelt ook erg aangenaam. Ja. Ik kan me ook wel voorstellen. Omdat je een, als ik daar ben trouwens, zou ik het ook zo kunnen noemen. Vertrouwenlocatie. Het heeft ook met veiligheid te maken, denk ik. Wanneer is er vertrouwen? Vertrouwen ervaar je in een moment dat het veilig is. Ja, we hebben een paar jaar geleden met een muziekbandje uit Wijk en Zee een lied opgenomen. En daar zit een zinnetje in, dat schoot me ook zomaar te binnen. Maar die, dat is, ik voel me het veiligst in een onbewaakt moment. Ja. En we leven natuurlijk in een periode waar het, de wereld steeds bewaakter aan het worden is. Mm-hmm. Ik denk dat daar iedereen het wel over eens is. Er zijn allerlei voorbeelden van te zien. Maar dat bewaken en zo, dat is meer voor een gevoel van schijnveiligheid. Maar we hebben het hier natuurlijk over echt veiligheid. En dat heeft natuurlijk een andere betekenis dan bewakingscamera's en zorgen dat we op straat kunnen lopen zonder dat we beroofd worden. We willen ons dus veilig voelen. Maar misschien is het toch, veiligheid is natuurlijk gelieerd aan vertrouwen, maar dat we even bij vertrouwen blijven nu. Ja, wat voor speelt vertrouwen een rol in jouw activiteiten als mindfulness en meditatiecoach? Ja, een van de 8 basiskenmerken van waarnemen is dat je waarnemen heel erg kan worden beïnvloed door je gevoel van veiligheid, vertrouwen. Vertrouwen is een heel belangrijke basis om bijvoorbeeld mindfulness te kunnen doen. Hè? Het leren vertrouwen op je eigen ervaringen, op je eigen gedachten, op je gevoelens, op je lichamelijke gewaarwordingen. Vertrouw gewoon dat die er zijn, want we zijn heel erg geneigd om dat weg te redeneren. Bijvoorbeeld, ik voel ergens een scheut, een pijn, bijvoorbeeld in mijn rug, ik noem maar wat. Nou, wat gebeurt er dan? Ik kan twee dingen doen. Oh, ik heb last van mijn rug. Nou, dan ga ik even mijn hand naartoe brengen en dan ga ik het even voelen. Dan ga ik er even helemaal bij zijn en dan kan ik er wat mee. Maar als ik ga denken van, ach, stel je toch niet aan, er is helemaal niks aan de hand. Nee, niets aan de hand. En dan vertrouw ik eigenlijk mijn eigen lichaamssensaties niet. Ja, je gaat een beoordeling loslaten op je ervaring. Juist. En zo kom je eigenlijk los te staan van die ervaring. Juist, dan ga je op een paard zitten. En die neemt je weer mee naar hele andere gebieden. En dan krijg je te maken met oordelen, ideeën daarover. En ik wil er eigenlijk niets mee te maken hebben. En ik ga gewoon maar door en door en door. Maar als ik echt vertrouw op mijn eigen waarneming, dan kan ik daar wat mee. Dan kan ik het erkennen. Dan kan ik zeggen, hey, ik heb ergens last van. Nou, dan ga ik daar eens kijken. Als ik niet vertrouw op mijn eigen waarnemingen, Dan kom ik echt geen stap verder. Dus ik heb dat vertrouwen nodig in mijn eigen... Dit is zo bazaal dat je eigen waarneming, je eigen ervaring, dat je daar mensen in gaat coachen. Ja. Want het lijkt totaal overbodig. Mm-hmm. Maar dat is het niet, hè? Nee.
Oh, je bedoelt het coachen? Ja, want ja, het lijkt heel simpel. Het eerste wat iemand opmerkt, dat is zijn eigen waarneming. Of is dat toch anders? Nou, is dat maar waar. Want het punt is van, ja, op het moment dat je iets waarneemt, dan merk je het al op. Hè? Dus daar ligt het niet aan. Maar het gaat erom van dat je dan daar ook even bij stilstaat, er even aandacht aan geeft. Nou, als je je eigen waarneming al niet vertrouwt, waarom zou ik daar dan bij stilstaan? Ach, joh, het is flauwekul, het is zo weer weg en niks aan de hand. Ja, je hoeft natuurlijk niet op ieder akkefietje drama's van te maken, maar het is wel goed om even te voelen. Oh ja, dat is wat ik voel. Nou, dan heb ik dus al een soort zelfvertrouwen nodig om verder te kunnen in het onderzoek naar wat er aan de hand is met me, als ik fysiek wat mankeer. Maar dat kan natuurlijk ook mentaal zijn. Het speelt op allerlei gebieden, speelt dit een rol? Ja, natuurlijk op alle levensgebieden. Als ik mentaal constant bezig ben om beren op de weg te verzinnen. Dus die kennen we dat wel. We gaan op vakantie. We gaan een leuke reis maken. Ik noem maar wat. Maar als ik dan allemaal ga bedenken van, oh jee, is die verzekering wel in orde? We kunnen een ongeluk krijgen. Die mensen zijn misschien niet te vertrouwen. Zijn er veel zakkenrollers? En noem maar op. Dan heb je eigenlijk bij voorhand je reis al een beetje verpest. Omdat je geen vertrouwen hebt in ja, dat dingen heus wel goed kunnen lopen. En dat het ook wel eens goed kan gaan. Je kunt dus vertrouwen hebben in je eigen kracht in het moment. Nou, waarom zou ik dan op voorhand al die beren erbij halen? Dat is al een emotie van wantrouwen naar je eigen plan. Maar het is ook goed om dan op te merken van, hé, ik heb allemaal beren in mijn hoofd. Als je dat opmerkt en dat kan benoemen, dan kun je er al afstappen. Dan kun je al zeggen van, ach, oké, dat zijn gewoon even wat. Er zijn spanningen, er zijn gedachtenkronkels, er zit ruminerende denken. Dat is wat het is. Maar het is niet een feit. Even terug naar het vertrouwen. Het gaat over vertrouwen. Denk je, nou ja. Vertrouwen ja. In je eigen observatie. Van hé, wacht even, dit zijn beren op de weg. In plaats van mij helemaal mee laten nemen door die beren. Door die beren. Je zal ook het vertrouwen moeten hebben dat ik er altijd zelf bij ben. En dat ik een kracht heb die als er wat gebeurt daar heel goed mee omgaat. Nou, ik wil hier ook nog iets over vragen, graag aan jou. Want je had het ook over dat het goed kan gaan. Hè? Het kan goed gaan en fout gaan in het leven. Ik zie jou als een deskundige. Hè? Daarom vind ik het heel spannend om dit nu te vragen. Hopelijk ga je het geheim ga je nu vertellen. Als jij het weet. Maar als het fout gaat in het leven. Zeg maar, het loopt anders als je hebt gewenst. Ja. Of het doet pijn, of het is moeilijk, al dat soort dingen, het zit tegen. Kun je dan vertrouwen behouden dat dat ergens nodig is, dat je je niet compleet distancieert van je eigen tegenslag, want dat doen we vaak, als een ongewenste indringer waar we niets mee te maken hebben en willen hebben, als iets wat gewoon bij je hoort, jouw tegenslag. Je kunt gewoon vertrouwen. Kun je daar vertrouwen in hebben? Je kunt vertrouwen blijven houden in je eigen helende kracht. Op elk moment, ook als het niet fijn is. Ook als je somber bent of opeens een tegenslag hebt, een heftige levensgebeurtenis, ik noem maar wat. Nou, dan kun je van behoorlijk van in de put raken. En ook dat is natuurlijk. Het zou raar zijn als je daar gewoon fluitend aan voorbij gaat. Nee, je kunt vertrouwen hebben in het gegeven dat je mens bent en dat je alle capaciteiten hebt om die helende krachten aan te spreken die we in ons dragen. Ook in moeilijke momenten. Maar stel dat het niet heelt, want uiteindelijk zijn er nogal wat dingen die gewoon niet helen. Gaan we er allemaal aan bijvoorbeeld? Gaan we er allemaal aan? Hoe? Nou, het schijnt er te zijn dat ieder mens toch een eindige is. Oh, dat bedoel je? Nee, okay. En dan heb ik het niet over wat er allemaal na de dood, maar kun je er vertrouwen in hebben dat het goed is dat dingen lopen zoals ze lopen?
Je hebt daar vertrouwen in of niet. En ik denk van dingen lopen zoals ze lopen. En dat maakt dat vertrouwen niks uit. Want het loopt toch zoals het loopt. Oké, ja, vertrouwen hebben. Maar waarom zou je je trainen in vertrouwen hebben als het toch weinig uitmaakt voor het verloop van dingen? Nou, is dat niet te maken met de kwaliteit van hoe je dingen doormaakt. Ik bedoel, als je mensen, ik heb natuurlijk al wel eens met mensen gewerkt die stervende waren. En die waren, het uitzicht was misschien nog maar een paar dagen of een paar uur of een paar weken. En toch hadden die het vertrouwen erin, uiteindelijk, dat de dingen lopen zoals ze lopen. En dat jij als persoontje dat eindig bent, dat zal zo zijn. Maar in mindfulness gaan we ook kijken naar de stilte. Datgene wat ons omhult, wat we zijn. En daar kun je ook vertrouwen in leren krijgen. En dan kan je veel hebben. Hoe bedoel je hetgene wat ons omhult? Want ik denk dat de meeste mensen denken dat zij zijn alles wat ons niet omhult. Dus wat je bent is, wat er om je heen zit, is iets anders dan wat jij bent. Nee, wat je bent. En dat is om je heen, het gaat door je heen. Het is, we hebben nogal de neiging om ons te identificeren met ons lichaam, denken en voelen. Maar ik bedoel, houd je ik dan niet op wat jij bent bij de oppervlakte van je huid? Dat lijkt mij niet, nee. Dat vind ik namelijk heel grappig, want dat denken heel veel mensen. Ik ben helemaal los van de rest eigenlijk. Ja. Bij mijn huid houd ik op. Kun je daar iets... Nou, doe je ogen maar eens dicht dan. Hè? En dan raak je elkaar even aan. En dan ga je heel goed voelen waar begin jij en waar eindig ik. Ga dat maar eens voelen. Daar kom je niet uit. Oké, interessante mensen kunnen dat heel makkelijk uitproberen. Het zijn leuke experimentjes om dat te doen. Ja. En stel jezelf dan gewoon de vraag van waar houd ik op en waar begint de ander? Als je elkaar bijvoorbeeld aanraakt. Is dat dan alleen bij die vingertoppen? Stel dat je elkaar met vingertoppen aanraakt. Of is dat groter? Mooi, dat is een hele concrete oefening. Ja. Dat heb ik nog nooit gehoord. Gewoon eens kijken wat het je oplevert. Maar het vertrouwen hebben in... laat ik zeggen, in dat wat je werkelijk bent, dat kun je natuurlijk pas krijgen als je het ook ontdekt. Want anders neem je dat maar aan van iemand die je dat vertelt. Geloof. Je moet het zelf ervaren. Het moet een directe ervaring zijn van jou. Is dat ook waar je mee bezig bent als jij een mindfulness training of sessie doet? Of een meditatie? Is dat zeker mensen in contact, de kans geven om in contact te komen met dat echte, zeg maar? Met dat... Ja. En dat ikzelf, ik vind de stilte meditatie daarin een hele belangrijke stuk gereedschap. Om te leren ervaren dat stilte, en heel veel mensen noemen dat anders, maar ik noem het stilte, diepe stilte, niet afhankelijk is van het wel of niet aanwezig zijn van geluid. Als je dat één keer werkelijk voelt, als het ware, dan is daar ook meteen een immens vertrouwen in, dat dat zo is. En dan is het een soort kennen geworden, niet meer een vraag, maar dat is een weten. En dat vertrouwen, wat daarbij hoort, dat zorgt er ook voor dat ik bijvoorbeeld moeilijke situaties en moeilijke dingen in mijn leven, dat ik dat kan zien voor wat het is, zonder dat ik daar in essentie werkelijk door geraakt kan worden. Dus deze hele materie, die sommige mensen misschien enorm zweverig vinden, maar ik ken jou een beetje, je bent allesbehalve zweverig. Deze oefeningen ook, die zijn eigenlijk bedoeld om de, dat zei je net ook, om de kwaliteit van leven te verbeteren. Ja, zeker. Dat is ook wat er gebeurt. Als je steeds, zou ik zeggen, soms moet je je eigen demonen onder ogen komen voordat je pas doorhebt dat die demonen eigenlijk niet bestaan. Als je dat vertrouwen hebt dat dat zo werkt, dan kun je ook naar je demonen toe en dan kun je ze ook onder ogen komen. Maar als je dat vertrouwen niet bent en je loopt steeds weg voor de angst ervoor, dan gebeurt er niks. Nee. Dus je zult eerst inderdaad dat vertrouwen moeten hebben in de natuur, in die natuurlijke staat die je bent,
naar mijn bescheiden... Dus het gaat heel erg over een uitgaande beweging. We hadden het over weglopende beren, weglopend paard. Of een inkerende beweging. Van huis vertrekken of meer thuiskomen. Ja, het is een inkerende beweging waarbij je eigenlijk van dat mentale paard die constant met jou die rodeo rijdt. Mm-hmm. En je kunt dat paard namelijk niet beheersen. Die stapt eraf. Laat het paard maar. Kijk eens naar dat paard. Kijk eens naar die rodeo van gedachten, gevoelens, angsten, verdriet. Dat mag er allemaal zijn. Het is allemaal welkom. Maar de positie van waaruit je dat observeert is altijd neutraal. En die positie die noem ik de stilte. En als je dat één keer kan ervaren door die oefeningen bijvoorbeeld te doen met mm-hmm. de mindfulness, dan is er als vanzelf ontstaat er zo'n vertrouwen in dat je veel meer kan, dat je wat makkelijker in dat pak zit. Dat pak zit niet meer zo strak. Ik heb nog een prangende vraag hierover. Kunnen wij, is het mogelijk om vertrouwen te vergroten, te vermeerderen? Of is er gewoon een bepaalde hoeveelheid aanwezig? Ja, en dat is het. In wezen is dat vertrouwen er gewoon. En die is grenzeloos. Maar het heeft meer te maken met of je erbij kunt of daar niet. Daar gaat het om. Dat is het. Precies. En daar dus het is niet zoveel kilo vertrouwen. Het consumentenvertrouwen is hoog, het is laag. Nee, er is gewoon altijd vertrouwen, maar kun je er wel of niet bij? Ja, mooi. Ja, je zinkt als het ware in die stilte of in dat vertrouwen. Dat gewoon, dat je eigenlijk alles wel kan hebben. Wat er op jou wat er op je pad komt. Pad voorkomt. Ja, en natuurlijk is dat soms heel angstig en bang en verdrietig. Of juist heel vrolijk, waar je heel blij van wordt. Mm-hmm. Maar ja, je neemt het allemaal waar vanuit die neutraliteit. Het is niet te verwar het niet meer dissociëren, hè? Dat is weer een ander verhaal. Dat je juist afstand neemt, omdat er pijn is, ga je weg en ben je ergens anders. Als het dat is ook weer zo'n vlucht, eigenlijk, of een wegtrekken. Ja. Maar hoe kan het dan? Dat is heel... Hier word je uitgenodigd om juist de beweging er naartoe te maken. Door toch afstand te nemen, of in ieder geval... Ik kan geen beweging nemen. Ik kan geen beweging. Als ik op een paard zit. Ja. Ik vind het paard altijd wel mooi. In zo'n rodeo die loopt te springen. Die wil je eraf gooien. En je blijft krampachtig erop zitten. Dan zal ik dat paard nooit kunnen bestuderen. Terwijl als ik er afstap. En vanuit de stilte. Vanuit de neutraliteit. Het paard observeer. Ja. Dan kan ik hem leren begrijpen. En komen er misschien ook handelingen die het paard helpen om dat weer wat tot rust te krijgen. Snap je dat? Ja, ja, en ook als je dus afstand neemt van al die dingen, dan blijft je blik toch wel gericht, je aandacht. Als je echt wegvlucht of dissocieert, dan ga je met je blik ook naar buiten. En dat is hier niet het geval. Dan ga je eigenlijk weer mee met een ander paard. Ja. Als je gaat dissociëren. Je hoort het wel eens van uit hele ernstige verhalen van mensen die heel erg getraumatiseerd zijn, dat ze tijdens de traumatische ervaring het als van het ware van buiten waarnamen wat er allemaal gebeurde. En dat deed dissociëren. En dat is iets anders dan waar we het eigenlijk nu over hebben. Je gaat weliswaar een positie innemen vanuit de stilte, maar vanuit die positie ga je weer terug. Ga je juist aandacht geven aan wat gebeurt hier, wat is hier aan de hand. Wat is dit voor een pijn? Wat is dit voor een gedachte? Wat is dit voor een enorm gevoel wat me bezit? Als ik het vertrouwen heb dat ik vanuit die stille waarneming, mm-hmm. dat ik daar kan zijn en ermee kan dealen, dan ben ik toch spekkoper. Volker, jij geeft in Castricum, je gaat in het najaar geloof ik weer beginnen, een mindfulness cursussen. Nou, ik wil het eigenlijk niet in jouw kerkje geven. Daar gaan we het zo ook even hebben. Daar moeten we het over hebben. Hartstikke leuk. Nou, en je geeft nu ook al, in juli al, een Advaita-meditatie. Dat doe ik in Portugal. Ik heb een heel mooi landgoedje in Portugal. Helemaal in de bossen met een waterval en een riviertje.
En daar kan ik, daar ontvang ik wel eens mensen en die komen, dan gaan we twee keer per dag mediteren. We gaan het over deze onderwerpen hebben en verder gaan we ook feest vieren. Lekker eten, zwemmen. Want dat wilde ik net vragen, van, moet je heel lang studeren en veel boeken gelezen hebben om hier iets in te kunnen aan deel te nemen? Ja, ik verwacht wel dat je op zijn minst de Veda's uit je hoofd kent. Dat is maar 6000 pagina's. Dat is natuurlijk onzin. Kun je als totale beginner gewoon geïnteresseerd, kun je erin stappen in zo'n meditatie? Ik heb meegemaakt, hè, soms toen was bij een guru van me, waar ik graag kwam, Alexander Smit, dat de mensen maar 3 of 4 keer kwamen en het gewoon begrepen. Ja. En die kwamen uit het niets. Hè. Ach, natuurlijk, het kwartje viel al heel snel. En het waren hele gewone lui. Leuk, dus ik heb daar wel eens over gelezen dat gebeurt, maar dat heb jij dus ook echt ondervonden. Ja, zeker. Ja, dat is altijd heel bijzonder. En het tegengestelde is ook waar. Ik ben er jaloers van, weet je wel. Ik kom hier al 6 jaar en die komt 3 maanden en die vertrekt en die zegt bedankt, ik heb het gesnopen. Bedankt, ik ben verlicht. Ja, zoiets. Hey, superleuk onderwerp dit. Ja, ja. Mooie dingen waar je mee bezig bent. Hmm. En tot ziens in Badgastenkerkje. Ja, we gaan gewoon het weer mooi maken met elkaar. Ja, dankjewel voor dit gesprek.